Dagelijks HD. Yo mensen, welkom bij Keukenrol. De paai, eet jij wel eens toiletpapier? De antwoord ga ik niet bevragen. Hey Daryl, ja maat, hoor dit. Keukenrol. Ja. Ja, dankjewel. Laten we gewoon een nieuwe centrale verdediger kopen. Zijn naam is Rombeton. Ron is een keukenrol. Eigenlijk niet gewoon een grote rol. Toiletpapier. Ja, die vraag hoef je denk ik niet te stellen. Kun je dan eigenlijk je reet afvegen met keukenrol? Ja, dat denk ik wel. Alleen je hebt er geen reet aan. En ja, dan heb ik een nieuwe centrale verdediger. En dan, ook al is het hard, ook al is het zwaar, dan moeten we afscheid gaan nemen van onze held. Hij zorgde voor humor. Hij wilde zo graag in deze serie zitten tot de 61ste aflevering. Maar ik moet je toch echt vervangen, jongen. Sorry, Bruno. Nee. Oh, we gaan het niet doen? Oké, dan gaat Virgil van Dijk eruit. Kuit, hou jij van ontbijtkoek? Ja, dat klopt. Deze clip hebben we echt lang niet meer gebruikt, trouwens. Maar dat moest toch even, joh. Ja. Ik moet tegen dit team en what's up, Robben? Wat vind jij ervan dat Depay gewoon mijn antwoorden niet bevraagt? Laten we daar nog niet meer zoveel aandacht aan schenken. Dat is onzin. Dit potje begint lekker, want hier is een balletje op Dos en die kapt ze maar uit en die... Wat waren dat allemaal voor? Aparte spelletjes. Ja, dat weet ik niet. Ik weet ook niet, hoor. Dan pas ik hier de bal op Bruno Martins in die en die gaat winnen voor... Wat doe je nou, jongen? Klaar, stelt het gewoon. Bam, solo willen we dat zien. Maar jij krijgt wel rood, dat hoort er dan wel weer bij. Jammer, hè? Ja. Dat denk ik wel. En Jasper Cillessen kan geen penalties houden. Dus ook deze bal vliegt er. Oh, hij houdt een penalty. Ja. Want dan snijdt hij door en die knalt langs de tegenstander. En nog een keer slaat hij hem uit. En het zit erin, want Courtois duikt gewoon helemaal mis. Jammer dat commentatoren bij de NOS nooit zullen doen. Waar is dat de goal? Even serieus, dit vind ik nou persoonlijk een mooie goal. Snijder geeft die corner. Bas door. Tikt hem aan, sleept hem naar binnen, knalt hem in de korte hoek. Spitse goaltje. Kijk, ik vond Bas ook wel een mooie gozer, moet ik zeggen. Vind je een mooie gozer omdat hij leuk is, of vind je hem gewoon echt aantrekkelijk mooi? Gewoon mooi. Nou ja. Pasta saus. En dan is Dost hier weer door en die gaat helemaal door tot de 3-0. En dan denk je, ja, deze wedstrijd heb ik 100% zeker gewonnen. Hop. En dan ga ik uiteindelijk zelfs nog verliezen. Wat denk jij? Ik ga helemaal niet verliezen, wat denk jij? Want ik scoorde winnende nog en ik win alsnog. Oeh, daar kwam ik goed weg, man. Maar dan, jongens en meisjes, met kerst waren er 2 gratis pakketjes beschikbaar voor iedere Ultimate Team speler. En ik had ook een pakketje en in dit pakketje kreeg ik... Neymar Junior! Even serieus, een tradable, niet ruilbare Neymar in mijn gratis pakketje. Ik heb helaas niet opgenomen dat het pakketje daadwerkelijk open ging en rollen en shit. Maar ik heb wel deze pedo, dus daar kunnen we van genieten. Lekker. Oké, dat was leuk. Het tweede pakketje krijgen we niks. Niks, hè? Niet diks. Dat is leuk. In een wereld waar je niet 1, maar 2 dansende helden zou kunnen hebben. In een wereld waarin je 2 legendes zou kunnen hebben die ontzettend snel zouden kunnen ingooien. In die wereld waarin je niet 1, maar 2 keukenrollen zou kunnen hebben. In die wereld leven we nu. Ik heb namelijk niet 1, maar 2. 2 Ron Jansen! Holy shit, deze man heet Ron Jansen. Niet 1, maar 2 Ron Jansen zitten er nu in. Waarom heb ik deze speler niet eerder ontdekt? Dit is mijn favoriete speler nu, jongen. Maar Ron Jansen, is Ron Jans jouw vader dan? Ja, klopt. Wat vind je van hem? Lekker. Ja, oh, dit wordt zo verwarrend. Ron Vlaar, Ron Jans, Ron Jansen. Ja. Neymar komt tot de bank, want die kunnen we natuurlijk goed gebruiken in ons team. En dan ga ik het volgende potje in en dan is dit de reactie van mijn tegenstander als hij mijn team ziet. En we beginnen lekker, want Sneijder krijgt hij de bal in het centrum van het veld. En die loopt er zo door, alsof ze er niet staan. Dan sta ik heen of voor. Dan wissel ik Neymar erin voor Bas Dost. Dan heb ik een corner en die gaat Sneijder nemen. En die komt precies op de slot van Jarry Riedewald. Dat was een mooi schot, hè? Ja, dat was eigenlijk... ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Kibbeling. Dan heb ik vlak voor rust hier weer een aanval en Huntelaars door in die... Puntert hem er gewoon in. Juist met de punt. En ook in de tweede helft gaan we lekker door. Sneijder is hij door. Keukenrol. Tikt hem op Neymar die zijn eerste goal maakt. Rage quit. 3 punten. En nu we het toch over Neymar hebben. Moet je dit zien, hè? Neymar scoort gewoon. Ja, prima. Prima goaltje van Neymar. Eigenlijk best wel een ziek doelpuntje. En ja, hij is lekker aan het juichen. Je weet hoe hij doet. Hij pakt een maskertje en die zet hij op tijdens het juichen van die kutdingen uit het publiek. En wat denk je? Krijgt hij een rode kaart voor? What the fuck? Oké, dat mag niet. Je mag geen maskers opdoen. Het volgende potje is tegen dit team. Wauw, yo, hey. Maar ik merk dat ik niet ging rennen met Bas Dost, dus ik wissel hem. Hij is not amused. Maar Neymar komt erin. En nu we het toch over Neymar hebben. Jij gebruikt vaak... Keukenrol. Toch? Ik ben hier met mijn vrienden. Voor mij is het een felicitatie
muito grande. Eu Thiago Guaraná, Claudinha que veio me visitar. En Neymar gaat laten zien dat hij skills heeft. Chop gaat naar binnen. En dan, woep, dat is toch ziek gedaan. Hij is zijn man kwijt. En dan de keeper, oh, 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 met de account speelt. Dat doen we hoor. En Neymar gaat nogmaals een actie laten zien. Hier is hij aan de zijkant. Woep, mannetje voorbij. Gaat in één keer stoppen. En dan, wow, die schade naar binnen. En dan is hij nog een keer zijn mannetje voorbij. En dan zit hij erin. Dit zijn voor mij al hele mooie goals. Dan legit in de 90ste minuut is hier Good Willy door. Maar iedereen noemt hem Willy hoor. En die scoort hem gewoon. 2-1, maar ik win. En dat was het, de Doldwaze avonturen op vrijdag. Thanks voor het kijken naar deze video. Vond je het vet? Laat dan even een keukenrol achter. En dan ben ik blij. Ik zie jullie volgende week om 5 uur weer op vrijdag. Dagelijks HD.